In Nijenveen ontving gisteravond DOS 46 Fortuna uit Delft-DOS in het rood. En de eerste treffer is voor de thuisploeg. En komt op naam van Geertje Hoekstra. Belangrijke wedstrijd. Beide teams hebben na 4 duels 2 wedstrijden gewonnen en ook 2 verloren. Het wordt dus aanhaken of afhaken. En dit is de eerste treffer voor Fortuna. Prachtige treffer trouwens. Het staat weer gelijk. Beginfase van de wedstrijd is het wat stuivertje wisselen. Alhoewel DOS wel slottig begint. Want deze bal mag er wel in. De poging was van Leander Zwolle. En dus al vroeg een time-out voor Gerald Aukers. De ploeg scherp te krijgen. Het lijkt ook wel of ze wat nerveus zijn. En eigenlijk worden dit soort puntjes wel gemaakt. En het is Jelmer Jonker die DOS weer langzij brengt. Weer Jonker. En die bal valt binnen. En weer komt DOS terug, want ze stonden weer achter. En dit is een poging van Harjan Visser. Die mist, maar dan aan de andere kant, en dat is toch wel vervelend, gaat Thomas Rijgensberg, ja, door zijn knie kunnen we wel zeggen, moet er vanaf. De oud-international kan niet verder. Dat is toch wel een aderlating voor Fortuna. Maar daar merk je, ja, DOS weinig van de ploeg uit Delft. Blijf gewoon goed spelen in de eerste helft. En dit is Malta, scoorde net ook al de eerste treffer. En hier doet ze het weer. Prima gedaan. En de ploeg loopt weer uit. 2 puntjes voorsprong in die eerste helft. En dit is de laatste treffer in de eerste helft. Die komt op naam van Nick van der Steen. En Fortuna gaat rusten met een 9-10 voorsprong. Tweede helft. Begint, ja, weer niet goed voor DOS. Alhoewel dit wel een mooie treffer is van Menno Russen. Maar toch is het de tegenstander Fortuna dat verder uitloopt. En langzaam maar zeker het gaatje groter wordt. En hij is de grote man in de tweede helft. Zijn naam Nick van der Steen. Zou maar liefst 4 keer scoren in die tweede helft. En de frustraties lopen ook op de bank. Achterstand is te groot. Inmiddels alweer 5 punten. DOS blijft het proberen. Menno Russen scoort hij nog. Hij scoorde in totaal 5 keer. Maar DOS komt niet meer terug. En uiteindelijk zou de eindstand worden bepaald op 17-22. Een nederlaag die hard aankomt. Nou ja, ik vind het niet dat we hebben gespeeld zoals we kunnen spelen. Het was slordig, onverzorgd, verdedigend onder de maat. En qua scoren ook. Dus ja, wat dat er gaat, hebben we gewoon een hele slechte eerste helft gespeeld. Waar je dan nog op 19 staat. Dus eigenlijk alles nog in eigen hand hebt. Ja, en het leek ook wel of er heel veel spanning op de ploeg stond in die beginfase. Nou ja, de druk die was misschien ook wel de druk die Fortuna ons gaf. Veel druk. Wij hebben daar moeite mee om daarop te schakelen. Hun spelen toch opportunistisch, komen makkelijk aan hun doelpunten. En wij niet.